Hallo, welkom bij Stampin'Up in het zonnetje. Mijn naam is Sandra Kleine en ik ben een onafhankelijk Stampin'Up demonstrator. En Stampin'Up is een Amerikaans hobbymerk wat alleen maar via een demonstrator te koop is. We hebben een website daarvoor. Mijn website is sandrakleine.stampinup.net. Daar kun je ook online alle producten bekijken in de shop. Bijvoorbeeld via bestel nu of koop shop, weet ik veel. Zoiets. En in mijn filmpjes laat ik zien wat je allemaal met die Stampin'Up producten kunt maken. En dit keer is de rubriek Goed gereedschap. En wil ik nog eens even deze 5 kleuren in het zonnetje zetten. Want het is bijna tijd dat de jaarcollectie, die te vinden is in deze gids. En ook deze gids kun je online via mijn website bekijken. Wil je meer weten, heb je vragen? Of wil je graag via mij iets bestellen? Stuur me dan gerust even een berichtje naar mijn e-mail. Mijn gegevens zet ik doorgaans ook in de tekst onder het filmpje. Deze gids hebben we nog tot en met april. Dus binnenkort start de uitverkoop en weten we welke producten hierin staan. Blijven en terugkomen in een nieuwe jaarcollectiegids. En wat er weggaat. En wat altijd zo is, tot nu toe tenminste tijdens het 35-jarige bestaan van Stampin'Up, is dat we altijd een wisselende collectie kleuren hebben. Die kleuren vind je allemaal hier. Dit zijn alle kleuren die we hebben. Van elke kleur hebben we kaartstok, kaartpapier, een inktkussen, een navulflesje en de Stampin' Blends, dat zijn die dikke stiften met alcohol waar je heel mooi mee kan kleuren. Dan hebben we de verschillende kleurfamilies, maar hier zie je 2 kleine familietjes. En deze 5 kleuren set wisselt om de zoveel jaar. Dus deze set met deze 5 kleurtjes is er tot en met 2023. Als straks de gids ophoudt, houden deze kleurtjes op en krijgen we 5 nieuwe moderne kleuren die in de stijl van deze tijd passen. Nu is het zo dat er is aangekondigd dat er bekend wordt gemaakt dat er ook in de vaste families een kleine kleurwijziging kan komen. We gaan krijgen dat bepaalde kleuren weggaan en andere nieuwe terugkomen, of we krijgen kleuren terug die vroeger in zo'n kleine familie hebben gezeten. Ik hoop dat toch wel ook iets van deze 5 het overleeft en door mag worden gezet naar een van die vaste kleurfamilies. Oh, want het zijn 5 prachtige kleuren. Die wil ik daarom nog een keer in het zonnetje zetten. En dan hebben we dus de Polished Pink, Fresh Freesia, Soft Succulent, Evening Evergreen en Pale Papaya. Deze kleuren hebben we dus al de spullen van. Had ik al aangekondigd, in de maand maart probeer ik elke week een surprise set te maken. En deze keer heb ik surprise sets gemaakt voor een kleur in deze familie die ons gaat verlaten. En hier zie je dan de Pale Papaya. Daarvan heb ik een leuke surprise set gemaakt. Daarin zitten 6 van deze super grappige bloemetjes. Die zitten in onze jaarcollectie. Die gaan vast weg. En 5 van deze jewels, die zaten vorig jaar in de collectie. En dit is de van elke kleur hebben we van deze leuke bling bling rhinestones. Verder zit er in je surprise set 2 velletjes designpapier van die kleur die je kiest, dus Pale Papaya. Dit zijn de patroontjes van vorig jaar. Dit jaar hebben we andere patroontjes. Daar krijg je ook van beide patroontjes een velletje. Maar ik moet toegeven dat ik als demonstrator dat pakketje niet in huis had. Geef niks, want je mag zelf weten als demo wat je allemaal doet en wat je niet doet. Maar ik ga nog zo'n pakketje bestellen, zodat ik ze in de surprise set kan doen. En in de nieuwe kleuren, of nieuwe patroontjes van deze collectie, krijg je deze streepjes, deze leuke cirkeltjes en de achterzijde een ruitmotief. En dit zijn allemaal leuke kleine bloemetjes. Nou is dit dus een kleur Tahitian Tide, maar je krijgt 2 van deze velletjes in Pale Papaya erbij. Dus in totaal krijg je 4 van deze velletjes. En leuk
ombre zakje. Daar kun je weer leuk iets in doen. Een leuke kaart bijvoorbeeld. Daar heb ik ook al eens een videootje van gemaakt. Je krijgt zo'n strook van 10,1 bij 30,5 centimeter shimmer papier. Heel mooi spul. Alles dus in die kleur peel papaya als je voor peel papaya gaat. En 5 A4 vellen cardstock in die kleur. Dit hele setje met alles wat ik je net liet zien. 4 DSP, dit zakje, de shimmerpapier, de 5 vellen cardstock, de 6 bloemetjes en deze 5 juweeltjes. Dat is een surprise set voor €5,50. Dat heb ik dan natuurlijk ook gemaakt in de kleur Fresh Freesia. Dan krijg je precies hetzelfde wat ik je net allemaal heb laten zien. Hetzelfde aantallen, maar dan krijg je natuurlijk de Fresh Freesia 6 bloemetjes en 6 van deze jewels. We hebben dat ook. Maak ik ook pakketjes in de Polished Pink variant. Dan krijg je natuurlijk de Polished Pink bloemetjes en de Polished Pink jewels. Maar we hebben alleen die bloemetjes maar in 3 kleurtjes. We hebben ook nog 2 soorten groen. Ik heb ook surprise sets gemaakt voor de Soft Succulent. Krijg je ook de lange strook shimmer papier bij. Je krijgt 4 velletjes met dus in totaal 8 verschillende patroontjes designpapier. Zo'n leuk zakje. De 5 jewels. En je krijgt deze 6 van deze leuke blingertjes erbij. En je krijgt al in je surprise set 2 velletjes van het katoenpapier. Allemaal in de Soft Succulent kleur. En deze variant heb ik dan ook nog weer in de mooie, mooie donkergroene kleur Evening Evergreen. Ook hier zie je weer dat shimmerpapier. Ook hier krijg je 2 velletjes katoenpapier, de 5 jewels en deze extra glimmende rhinestones. Dat allemaal dus 1 kleur, 1 pakketje voor €5,50. Ik heb natuurlijk maar een gelimiteerd aantal van deze pakketjes, want vaak gevuld met allerlei spul uit het verleden wat ik vorig jaar extra heb ingekocht, zodat ik bijvoorbeeld nu van dit soort leuke dingetjes ermee kan doen voor een mooi prijsje. Dus ik hanteer de regel 1 setje per kleur per persoon. En ik hanteer de regel, is deze surprise set op? Kun je me nog steeds vragen om een surprise set, maar dan maak ik een nieuwe samenstelling voor je. Misschien met een leuker, nieuw ander prijsje, je weet het niet. Maar dat zijn de surprise sets die ik in de aanbieding heb. En ik ga je laten zien wat je er allemaal mee kan doen met die kleuren. En dan werk ik juist met iets heel nieuws. Want we hebben dus tegenwoordig producten die niet in zo'n papieren gids terechtkomen, alleen maar online. Dat kun je zien op mijn website, in mijn webshop. En dan kijk je naar online only. Dus alleen online. En nu is dit allemaal nieuw. Je kunt ook kijken bij de nieuwe producten. En ik ga werken met zo'n nieuwe set. En dat is deze super grappige neushoorn stempelset met de 3 geinige neushoortjes, leuke tekstjes, dat gras, zo'n feesttoeter. En daar zitten dan ook bijpassende stansen bij. Alle 3 hebben een eigen stansje. Er zitten leuke tropische blaadjes bij. Er zitten hele leuke van die savannebomen bij. Hier heb je nog bosjes, struikjes, de feesttoeter, nog een klein dingetje voor dat kleine vogeltje en nog een feestmutsje. Daar heb ik spullen mee gemaakt, ga ik je laten zien. En ik ga je dan laten zien hoe je deze leuke kaart daarmee kan maken. Ik laat je dus eerst eventjes zien. Oh ja, wacht even. Dit bundeltje is dus te koop apart van elkaar. Het is ook samen in een mooi productpakket te koop met wat korting. Je betaalt volgens mij uit mijn hoofd iets van, oh, ik weet het opeens niet meer. €63 voor de bundel, zoiets. En daar bij die hoek van online only vind je nog meer spullen. Ik had al eens een keertje die bloemen laten zien, hè, van Blij en Bloemrijk. Maar bijvoorbeeld ook deze fantastische stansenset. Waarbij je dus hele leuke patronen kunt stansen en rechthoeken, hartjes, cirkels. Dit noemen wij in het Nederlands de stralende stiksels stansen. De Radiating Stitches Dies. Ook in online only te koop. En, tadidada, wat we ook weer hebben, is 2 cirkelponsen. Alleen online, oh, deze zit nog in de verpakking. Deze cirkelpons is 2,5 inch, dat is zo'n beetje 5 centimeter. En dit is er een van 1/3, oh, er staat er mooi nog op, dacht ik, 4,4 centimeter. En deze cirkelponsen ben ik heel blij mee. Vooral die grote is echt een mooie grote pons. Mooie grote cirkel. Allemaal dus alleen online te koop.
Ik laat je zien wat ik dan met mijn leuke neuswondjes heb gedaan. En ik ga je dan eerst deze drie varianten laten zien. En die ga ik nu ook maken. En dan heb ik straks nog twee andere varianten waar ook die leuke bomen in te zien zijn. Ik heb dit gemaakt naar aanleiding van een sketch layout. Waarvan ik graag altijd meedoe online. Heb je allemaal van die challenges. En ik doe er graag mee met freshly made sketches. En dan moest je zo'n kaart maken met drie focuspunten hier beneden en een strook. Toen dacht ik, ik ga dat doen met dit leuke neushoorntje. Dus 1, 2, 3 focuspunten voorop en de strook is mijn gras met het bodem. En dit ga ik voor je maken. Laat ik je zien. En hier op de achtergrond kun je natuurlijk heel goed zien, heb ik gebruikt dat leuke designpapier voor een beetje extra kleur aan die kaart te geven. Om dit te kunnen maken, heb je nodig. Ik doe deze hier. Heb je nodig een stukje wit stempelpapier, dat is 13,8 bij 9,5 centimeter. Hier heb ik die leuke stempel van het gras. Dan heb ik al twee keer daar gestempeld, zoals je ziet. En ik ga dat nog één keer doen, zodat ik een mooie brede strook gras achter mijn neushoorntje krijg. Dus deze zet ik hier nog naast. Zit ik alweer met dat ding aan het papier. Dat is jammer, want ik wou dat eigenlijk net voorbij het hoekje hebben. Maar, even kijken, wat we ook altijd nog hebben. Wat ik dus aan je wil laten zien. Al deze producten gaan weg, hè? Die inktkussens die ik je liet zien. Wil je daar nog wat van hebben, zou ik zeggen, probeer zo snel mogelijk aan mij door te geven. Sommige zijn al laag in voorraad. Ik heb geen idee hoeveel nieuwe er komen. Je kunt nu ook nog alle 5 sets in een voordelige bundel kopen. En ik zal in mijn nieuwsbrief, waarbij ik altijd, ik maak elke week een hele leuke nieuwsbrief, vind ik zelf leuk. En daarin zet ik nieuwtjes, dingetjes en dan stuur ik het filmpje in mee. En in dat filmpje van vandaag, bij zo'n mail, zet ik dan dus nog even, welke kleuren zijn het? Wat zijn de prijzen van de inktkussens? Wat kun je er nog meer bij krijgen? Wat zit er ook alweer in die surprise set die ik heb gemaakt? Nou, wat je dus in onze 5 kleuren ook kunt krijgen, is een setje met alle 5 van deze markerstiften. Die zijn gevuld met de inkt die ook in de kussens zitten. Dus het is op waterbasis. En ik pak even deze donkergroene, de Evening Evergreen, hier met het smalle streepje is de dunne punt en dit is de dikke punt. En ga ik even kijken of ik dit lelijke... Ik ga dat even zo doen. Of ik plaats zometeen mijn... neushoorntje daar tegenaan. Van die 5 kleuren hebben we ook in elke kleur een combinatie, een combo stamping blends. Dus alle 5 de kleuren. Ik heb mijn gras dus gestempeld met het donkere Evening Evergreen. En ik ga dat nou inkleuren met de lichte blend. Zodat die grassprietjes goed zichtbaar blijven, het stempelwerk. En dat ze toch een mooie kleur krijgen. En daarom heb ik er ook alvast 2 gedaan. Want anders kost het zoveel tijd. En ik probeer er altijd niet voor de camera te gaan hangen. En dat betekent dat je dus iets verder met je hoofd of zoiets van je stempelwerk af zit. En ik heb maar 1 goed oog. Dat is dan voor een soort goedmakertje, zeg maar. Want daardoor kan ik minder goed zien en moet ik eigenlijk veel meer met mijn hoofd echt recht boven dat klusje gaan hangen. En want ik wil eigenlijk niet, geen idee of je dat ziet, dit heb ik liever niet, hè? Die stipjes daar. Nou, misschien ziet niemand daar wat van. Dit is mijn grasachtergrond. Oh, dan gooi ik dat omver, dat is net even handig. Want je hebt natuurlijk de inkussens, we hebben ook van elke kleur een flesje navulling. Ook daarvan zeg ik, zorg ervoor dat je hem ruim op tijd bestelt. Want op is op. En aan het eind van zo'n collectie ontstaat er meestal ook een soort hamstergedrag richting de refill flesjes. Dus geef dat ook aan me door. En wat ook leuk is, is met zo'n flesje refill in combinatie met zo'n stinkpad. Inkpad. Inkkussen. Die combinatie
voor mijn gevoel kun je daarvoor je rest van je leven dus bijvullen en doen. En wat je ook kunt doen, is kleine lege stempelkussentjes. Die hebben we ook in het assortiment. En zo'n flesje, dan heb je een leuk klein inktkussentje die je steeds weer bij kan vullen met je flesje. Ook een tip. Dus die zet ik even daar neer, voordat ze weer in beeld rollen. Ik vond dit te kaal. Dus ik dacht, daar moet een bodem, een grond onder komen. De grond kleur ik met een lichte gray granite blend. En ik doe gewoon, zo langs, ik mag wel best weer, dan heb ik ongeveer ietsjes hoger gedaan. Dus ik doe ook dat zandkleurtje ook een ietsje pietje nog voorbij dat gras komt. En voor de rest geen hogere wiskunde voor nodig. Ook geen ingewikkelde tekencursus. Want we gaan er gewoon zo, hupsiekee, lekker een kleurtje geven. Die blends, dat spul wat erin zit, dat loopt uit. En als je er vaker overheen gaat, wordt het donkerder. En als ik dat dan zo krullend even ronddraaien doe, krijg je eigenlijk al een heel leuk gemêleerd geheel, vind ik zelf. Daar heb ik bij gepakt mijn donkere crumb cake. En heb ik hier en daar een soort van vlekjes gemaakt. Omdat de grond nooit helemaal één kleur heeft. Kan ik nog even terugkomen met mijn gray granite. Ja. En dan kan ik het nog een beetje weer aanzetten. Zodat op sommige plekken het wat donkerder wordt dan op andere plekjes. En zo krijg ik wel grappige gemêleerde ondergrond. Okidoki. Nu heb ik een... ik wil steeds een dinosaurus zeggen, maar ik heb een neushoorn nodig. En die neushoorn heb ik hier. Het zijn dus rode rubberstempels. Oh, ik heb geen stukje wit papier meegenomen. Het is ook altijd wel wat. Oké, normaal gesproken zou ik dat al lang hebben gestempeld. Oké, dan maak je wit papier. Met deze hoe ik de boel organiseer. Op mijn tafeltje, ik ben natuurlijk heel vaak aan het klutselen. Op mijn tafeltje heb ik altijd een bakje. Gewoon een deksel van een doosje. Daarin doe ik hele vellen wit basic white stempelpapier. En hele vellen van Very Vanilla. En dit mogen alleen maar hele vellen zijn. En hieronder bewaar ik alle restjes in die kleur. En dat doe ik hier juist van het wit erboven. Heb ik dan een klein stukje nodig voor mijn neushoorn. Dan ga ik eventjes langs mijn restantenbakje. En dan hoop ik dat ik misschien nog een stukje heb waar die neushoorn op past. Volgens mij past dit. En dan zet ik mijn bakje weer weg. Dus ik bewaar ook al die kleine strookjes. Daar kan ik weer leuk een tekstje op stempelen. Dus mijn neushoorntje ga ik stempelen met de zwarte Memento. Zwarte Memento is op waterbasis. En dat moet, want ik ga mijn neushoorntje kleuren. En dan moet ik, juist als ik hem ga kleuren met alcoholmarkers, moet ik stempelen met een watergedragen inkt. Wil ik kleuren met aquamarkers of markers op waterbasis, zoals deze, dan moet ik juist stempelen met een vaste kleur, dus een permanente kleur. Ik ga mijn neushoorn inkleuren met grijs. Smoky Slate Grijs. En dan is het leuk als je... Ik zou zo meteen mijn andere neushoorntjes ook nog eens even erbij zoeken. Kijk, ik vind het dan zelf geinig dat je die kleurverschillen leuk kunt zien. Dus ik probeer bij mijn kleur aanbrengen alvast een beetje vooruit te denken. Als ik dit zo zet. Die kok zo deze kleur geeft, en ik laat het even daarheen gaan of zo, dan moet ik dit stuk van het lijf dadelijk een beetje juist met die lichte grijs doen. Dat vind ik dan leuker. En hier ook weer spelen met die twee kleuren. Oh, zit ik er weer een beetje naast, Sunny. En dan hier het buikje nog weer even wat donker aanzetten. En nu pak ik mijn lichte smoky slate en ga ik de rest inkleuren. Eerst ga ik meestal gewoon alles eerst inkleuren, nog zonder dat ik probeer dat de kleuren gaan uitlopen en in elkaar over gaan lopen.
Zo. Staartje doe ik ook lichtgrijs. En dan hier ook kleur. Ik doe ook wel vaak van tevoren al kleuren, stansen en dat soort dingen. Maar soms vind ik ook wel eens leuk om je te laten zien hoe ik dat dan doe. Nu is dat nog niet mooi in elkaar overgelopen. Maar dan ga ik bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk bijna altijd doe, is eerst met die lichte stift juist over die plek gaan waar je het wilt laten blenden. Blends, overlopen. Dus dan kan het alvast een beetje lekker zijn werk gaan doen. Kost altijd, je mag het altijd, moet eigenlijk altijd even wat tijd geven dat die substantie in die stift ook zijn werk kan doen. Pak ik ook wel eens aan het eind van het verhaal de dikke punt, want die is vaak een stuk vochtiger. En dan ga ik alsnog, en dan gaat het heel vaak echt lekker blenden. Want het lost dan ook weer een klein beetje die donkere kleur die ik daar had op. En zo krijg ik een heel leuk verloop van die kleuren. Ik heb de nageltjes van de neus worden heel lichte roze gemaakt met de Petal Pink. Lichte blend. Dit is namelijk een binnenneushoorntje. Die komt niet buiten. Het hele mooie, schone. En nou pak ik toch nog even mijn andere neushoorntjes erbij. Zie je dat ik hier de kop rondom juist lichtgrijs heb gemaakt. En daardoor de hoorn donker heb gemaakt. Hier heb ik dit juist allemaal donker gemaakt. En een lichte neushoorn gegeven. En ook hier donker met licht. En zie je wat ik bedoel? Als je hier omheen donker maakt, dan valt die neushoorn of de hoorn extra op als je die juist licht maakt. En zo kun je spelen met het licht-donker. Zie je, hier heb ik die kaaklijn licht gelaten en juist de buik donker. Zodat het ook echt een beetje eruit springt. Wat kies ik dan nu? Is dit donker? Ja, dit is donker. Ik ga die rand hier weer donker maken. En dan de hoorn licht. Grijs. En dan pak ik mijn stansmachientje. Mijn hele fijne, leuke, kleine mini stamping cut en een wasmachine. En heb ik voor het filmpje, twee splinternieuwe plaatjes. Die andere waren zo afgeracht. Dus mag af en toe ook eens een nieuwe komen. En dan heb ik mijn stansjes nodig. Kijk. Ja, hier. En dan pak ik natuurlijk het stansje van die staande neushoorn. Dat is, en hier zijn die blaadjes ook. En die plak ik dan doorgaans gewoon met een stukje van die paarse schilderstip. Daar ben ik gek bij op, dat paarse spul. Oh, dan kan ik het niet zien zonder dat ik voorgehouden. Zorg ervoor dat dat zwarte lijntje rondom goed zichtbaar is. Plak ik een plakkertjes op de stans en op het omliggende papier. Beter daar doen. Zodat ik geen papier krijg op mijn gestempelde werk. Want als ik het papiertje soms lostrek, of als ik het lostrek, dan heb je soms dat je masking tape, of die schilderstape, zo vast zit. Dat je per ongeluk een stukje van je papier kapot scheurt wat juist goed moet blijven, als je snapt wat ik bedoel. Wat ik had gedaan de afgelopen ronde van mijn plaatjes, is ik heb steeds gestempeld op de ene, gestanst op de ene, en die andere altijd bovenop gehouden. Was me eigenlijk best goed bevallen. Dat ga ik nou weer proberen te doen. En dit is dan altijd dat ene momentje, dat je die prachtige, schone, nieuwe plaat, en dan zit er zo'n dikke neushoorn op. Nou ja, er komen straks nog wel meer rommel bij. Hè? Dit gooi ik even aan de kant, want dat heb ik niet meer nodig. En ik heb nu een leuk neushoorntje. Yes. Toen vond ik dat dus, mijn opdracht voor de challenge is fris en schoon. Maar dit was mij veel te schoon. Dus ik dacht, daar moet iets bij. Daar ging een neushoorntje, wat kan ik dan nou eens op de achtergrond doen? Toen dacht ik eerst wolkjes maken met een brusje, weet ik veel wat. Toen dacht ik, nee, ik heb ook nog deze superleuke stempels.
deze. De grote stempel van die zon. En een neushoorntje, die woont natuurlijk in Afrika. En daar schijnt de zon nogal eens. Dus wat ik heb gedaan, is heel lichtjes die zon gemaakt. En dat heb ik als volgt gedaan. Ik heb de Sousaphron lichtgeel erbij gepakt. Ik heb in mijn laadje gerommeld en gevonden zo'n rolletje met dat sponsje eraan. Een beetje geel eraan. En dan maak ik mijn zonnetje een beetje lichtgeel met dat sponsje. Want ik had eerst geprobeerd gewoon stempelen en nog een keer afstempelen. Dan vond ik het nog te donker. Want ik wil echt dat het heel subtiel op de achtergrond aanwezig is. Dan moet je dat, als je dat dus doet, eerst even proberen op een plat papiertje. Maar voor het filmpje duurt me dat te lang en ik heb er al wat stukken wat gemaakt. Dus aan mijn sponsje, die heb ik niet uitgespoeld nog, zit nog een beetje geel. Dat maakt ook uit. Als je een schoon sponsje gebruikt en eraan begint, moet je langer geel maken dan als je een gebruikte. Of na 5 kaarten, zeg maar. Pak ik mijn peel papaya erbij. En zo'n handige sponge dauber. Die hebben we ook in de collectie. En dan ga ik het een beetje oranje maken rondom die zon. En ook een beetje daar. Dus heel subtiel. Maar je weet, zie je het misschien niet eens, maar ik vind het leuk. En nu pak ik mijn blok en mijn zon wil ik weer aan die kant hebben. Want dat is, zo is die. Dan ga ik proberen de onderste lijn van die zon tot achter de grasrand te krijgen. We doen het gewoon. Oh, dat is te laag. Volgens mij. Ook als bang dat hier ook alles geel zal worden. Nee, hij is echt top gelukt. Ik ben er, kijk, heel subtiel, die hele zon. En hier zie je net een beetje meer het oranje. En nu heb ik hem al klaar liggen, mijn stukje designpapier. En daar komt mijn witte papiertje op geplakt. Oh nee, één klein detail heb ik nog toegevoegd. Vond het te kaal, dus er moest voor mij weer een draadje bij komen. Dan heb ik gewoon dat witte draad gepakt. Kijk ik hoe ietsjes voorbij, oh iets voorbij. Nou, Sammy. Iets voorbij de rand en daar ook iets voorbij de rand. Zodat ik het ook op kan plakken. Even vasthouden. Oh. Vliegt hier van alles door het beeld. Ik heb een mok, daar zit van alles in. En ook die schaar. En ik had laatst, mijn man had wat gemaakt en was kapot gegaan. Toen had er allemaal, hele aanrecht was vol met troep. Misschien herken je zoiets. En er lagen al van die geinige kleine schroefjes. Dan zegt hij, wat moeten we met die schroefjes? Ja, die heb ik niet meer nodig. Ik denk, die bewaar ik. Zo ben ik dan. Die bewaar ik, want je weet nooit als ik nog een keer een leuk kaartje moet maken of zo. Of zo. Dat is een hartstikke leuk klein schroefje, daar kan ik vast nog wel eens wat mee. Maar als ik ze dan in, die heb ik dus in die mok gegooid, zodat die kleine schroefjes niet kwijt zou raken. En iedere keer als ik dan die schaar uitpak, of niet iedere keer, als ik die schaar er dan uitpak, dan zit er heel vaak zo'n schroefje aan vastgeplakt. Dus ik moet daar nog eens even een beter bewaarplekje voor opzoeken. Ik heb bakjes genoeg. Ik doe mijn touwtje. Nu iets zo. Zie je dat? Vind ik leuk. Net een beetje bij die zon. Ik doe hem om de hoek. Om de hoek. Ik wil hem ongeveer daar hebben. En de touwtjes moeten tegen elkaar aankomen. Plak ik vast met een plakbandje. En nu moet hij naar de overkant. Oeh, dat is nog een heel klein stukje over. Oh, heb ik ook geen lineaal hier liggen. Ook wel zo handig. Eens even kijken. Ik zit daar. Nou, volgens mij klopt het wel aardig. Ik ga niet nog een keer naar de kamer rennen. Zo heel minimaal. Oh, is een beetje scheef, Sam. En ook te laag. Nou ja. Yes. En nu plak ik hem op mijn peel papaya design papiertje. Dus eerst dat touwtje of een lintje, wat je ook maar wilt. En dan opplakken. En dan heb ik dus expres mijn witte papiertje 9,5 bij 13,8 gedaan. Dan kan ik mijn designpapiertje 10,1 bij
14,4 doen. Dan heb ik een mooie rand eromheen. En als je dan niet zoals ik zo verkwistend wilt doen, maar iets zuiniger, kun je ook eerst nog hier met je snijmachine of met een stans een rechthoek uithalen. Dan heb je nog een stukje designpapier. Dat heb je twee keer gebruiken. Want straks is dit niet meer te koop, hè? Jongens, dit gaat straks uit de collectie. Dit moet 3D opgeplakt worden van mij. Dus dat ga ik ook doen. Zo. En het staartje moet dan een klein beetje ook wat krijgen. Dus hier knip ik een klein smal stukje van. En dat plak ik op die staart. Dan ga ik met de handige Stampin' Up tapeje pik toe. De achterkantjes eraf halen. En dan plak ik mijn geinige neushoorntje daarop. Ik heb daar van het evening, nee juist de soft succulent, heb ik de blaadjes al gestanst. Er zijn weer hele mooie blaadjes met zo'n printer in. En daar doe ik een klein beetje lijm op. En die plak ik dan achter de neushoorn. Zo. En ik heb ook al een tekstje gestempeld. You're stronger than you think. Vind ik een leuk tekstje hierbij. Dit vond ik te laag, deze. Dus ik gebruik die andere kant. En ook hier doe ik wat dimensionals op. Zodat die mooi bij dat lintje zo meteen opgeplakt kan worden. Dus 1, 2, 3, 4. You're stronger than you think. Die wilde ik eigenlijk daaronder, maar die moet nu dan maar, denk ik, hierboven komen. Die dimensionals van ons, die zijn echt heel fijn. Ze hebben een mooie maat en ze plakken echt super goed en blijven ook gewoon jarenlang vastzitten. Moeten we daar nou weer zitten? Kijk ik straks naar. Nu ga ik nog voor mijn links-rechts detail een blad eronder doen. Ik ga het nou net andersom doen bij band 3 van het voorbeeld. Zo. En om het even leuk af te maken heb ik dus grappige loose flowers, een los bloemetje, gebruikt. En die plak ik op met de glue dots. Dus die grote is makkelijk. Die kan ik er zo op doen. Want die past prima. Oh, die wil niet. Daar. Ja, zit al vast. En dan heb ik hier nog een klein bloemetje. Dan ga ik toch eventjes met mijn allesschaartje dit ene dotje doorknippen. Daar zit hij nog. En dan die erop. Anders steekt er zoveel van de dotjespul onderuit. Dat vind ik niet mooi. En die komt. Heb ik nog een lelijk plekje weg te werken? Niet echt, zeg maar. Die doet dan daar. Hupsakee. En dan nog de kaartbasis. Heb ik gewoon een wit, dikke wit basic white gebruikt. Dus niet het basic white waar ik altijd op stempel. Dat is net wat dunner dan gewoon kaartpapier. En hebben in precies die witte kleur ook dikkere variant van. En dat vind ik dan mooi, want wit komt in 1001 soorten wit. 50 tinten wit, zeg maar. En nu heb ik altijd hetzelfde wit. Dus mijn frontje en mijn kaart is hetzelfde wit. En dat vind ik wel zo mooi. Dus ik ben blij dat we beide varianten hebben. En dan kan ik hier ook gewoon weer lijm op doen. En heb ik nog een heel leuk kaartje voor iemand die wel eens eventjes een setje in de rug kan gebruiken. Nu, ik word er helemaal zenuwachtig van. En hier komt, als het goed is, nu een klein randje. Want de basiskaart is 14,8 bij 10,5. Mijn designpapiertje Peel Papaya was dus 10,1 bij 14,4. En mijn frontje is 9,5 bij 13,8. Hij is leuk toch? Dan nog eventjes. Vonden we dit leuker dat het roze was? Binnenin moet ik nog even zo'n leuk. Doe ik die andere. De andere.
andere neushoorn doe ik binnenin, de zittende. Als je die wilt kleuren, als je graag een gekleurde neushoorn binnenin wilt en je wilt kleuren met die blends, dan moet je hem eerst op een apart papiertje doen en dan losstansen. Want als ik hier nu op ga kleuren met de blends, dan kun je dat aan de achterkant zien. Dit is heel nat spul. Dus of je kleurt hem in met potlood, kan ook nog. Maar ik laat hem gewoon zo, heb ik hier ook gedaan. Oh, zit er weer wat in. En dat is mijn kaartje. Zal ik je nog even die andere twee erbij pakken en dezelfde stram in. Dat was deze met het Evening Evergreen rondom. Heb ik ook het gras gestempeld met Evening Evergreen inkt. En ingekleurd met een lichte Evening Evergreen blend. En voor de rest, oh, ik heb ook nog gebruik gemaakt van deze dingetjes. Die hadden we, komt ook uit een oude collectie. Maar ze zijn heel leuk. En als je denkt, dit is inderdaad heel grappig, die steentjes. Ik heb daar nog van op voorraad. Heel pakje, half pakje, kan allebei. Kijk, dan doe ik dan eventjes wat van die keitjes erbij. In verschillende maatjes en kleurtjes. Dat vind ik dan geinig. Maakt het dan net weer even een beetje meer speciaal. En zo hebben we een heel leuk aangeklede kaart gemaakt. En dan zal ik je nog even laten zien de andere twee kleurtjes designpapier. Want dit zijn de drie. Die doe ik even weg. Deze drie. En dan hebben we nog twee kleurtjes over. Hier heb ik een randje gemaakt met het mooie Fresh Freesia. En dit is ook wel een heel erg leuk neushoortje. Daar word je toch meteen vrolijk van. En dan dat stempeltje erbij. It's a great day. En hier zie je die prachtige savannebomen. En ik weet niet of je het op de camera kunt zien, maar ik heb het bladerdak gemaakt met dat shimmerpapier. Waardoor het ook nog leuk glinstert. Heel leuk. En de vogeltjes ingekleurd met de Fresh Freesia stansen. Hier heb ik de ondergrond met een brush blend, of met zo'n brush, weet je, een beetje lichtbruin gemaakt. En de wolken, of de lucht, een heel klein beetje lichtblauw. En ik heb dan nog één kleurtje over als achtergrond. En dat is die donkere Evening Evergreen. En die heb ik als volgt gedaan. Even die aan de kant, want dan is het zo paars bij paars. Ik heb hier dus die donkergroene rand gemaakt. Ik heb hier een leuk, even kijken hoor, waar is die andere? Wat ik heb gedaan met, met zo'n ronde zwarte marker. Zo'n ronde zwarte marker, die kun je loskopen zelf. Dat is de enige die je los kan kopen. Dit andere marker zit er altijd in een pakketje van 5 of van een 10 kleuren in de hele familie. Je mag me altijd proberen te vragen of ik misschien met... Kijk, als jij nou denkt, ik heb alles van Polished Pink, alleen die ene stift nog niet. Ik kan natuurlijk vragen en proberen of andere mensen ook misschien alleen een soft succulent willen hebben. Of alleen zo'n pil papaya. Dan kan ik het van al de verschillende mensen die zo'n verzoekje indienen, misschien gewoon zelf één pakketje kopen. En ze dan uitsplitsen over verschillende mensen. Die ook altijd vragen. Dit is... zoals hij gestempeld wordt. Kijk naar de oogjes van dit leuke neushoorntje. Kijk wat ik heb gedaan bij dit neushoorntje. Ik heb mijn neushoorntje een paar wimpertjes gegeven. En vind je niet dat het opeens een heel leuk meisje is geworden? Met haar leuke roze bloemetje. Met haar sierring om haar neus. Met in Fresh Freesia. En haar gelakte nageltjes. Nou, wat wil je nog meer? Dit is dat gras wat je kunt gebruiken. En wat ik hier verder heb gedaan is gewoon een stukje crumb cake cardstock gepakt. Wop, de schaar erin gezet, zodat ik een leuk heuveltje kreeg. En daar loopt mijn lieve schatje op. Oh, misschien net buiten beeld. En hier, ook weer een leuk detail, heb ik onder, dit tekstje zit ook in de set. En hieronder, zie je dat, heb ik weer het shimmerpapier gebruikt voor een klein glittertje. En ik heb dat geheel dan weer geparkeerd op een Fresh Freesia cardstock kaart. Waardoor het paars paars werd. En ik denk, dat is toch leuk voor een tienermeid of weet ik veel wat, voor een vriendin. Ja, ik vind het geinig. En dat was weer zo ongeveer alles wat ik met je wilde delen. En hoop ik natuurlijk dat je weer genoeg inspiratie hebt gekregen. Dat je lekker in je crea-hoek duikt. Of nog eens een ander filmpje van mij bekijkt. Of je vraagt mijn nieuwsbrief aan en ga daar eens lezen. Neusjes op mijn website. Maar eigenlijk het leukste is gewoon dat je ook zo'n leuke set gaat pakken. En dan ook een leuke kaart gaat maken. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En graag tot de volgende keer. Doei!